Hele goeiedag. Het is alweer de 76e nieuwsbrief en het is vandaag 25 augustus. De vorige keer dat we elkaar spraken was het in de zomer. Toen heb ik nog geroepen dat je bescherming moest nemen voor een eventuele zomerdip die er zo aan zat te komen. Zoals ook bescherming nemen als je op vakantie gaat, namen we in dit geval bescherming op de beurs. Dat heeft uiteindelijk fantastisch gewerkt als je tenminste op het juiste moment bent uitgestapt. Want namelijk ondertussen zijn we weer gewoon op een all-time high in een aantal beurzen. Dus ondertussen zijn we de dip weer helemaal te boven. Als we nu kijken naar bijvoorbeeld de Dow Jones en de AEX, dan hebben we daar koopsignalen en ziet het er op dit moment heel positief ziet dat eruit. Ik zou daarom ook deze keer geheel anders dan anders, ga ik eens een keer een paar koopkandidaten bekijken. En de eerste koopkandidaat die ik wil benoemen is LOK. LOK is een bedrijf wat je beschermt tegen de gevolgen van internet. En ik zou zeggen, verdiep je er eens in. De grafiek ziet er heel mooi uit. Het concept is goed. En ik denk dat het eigenlijk een mooie aandeel is. Wat dat betreft zou ik zeggen een interessante koop. Een aandeel wat net een koop geworden is, wat eerder ook een dip doorgemaakt heeft, is Axo. De grafiek ziet er nog steeds heel slecht uit, want het lijkt een soort hoofd-schouder grafiek. Maar uiteindelijk het plaatje begint een beetje te draaien. En wat dat betreft zou het best een gokje zijn om daar op een herstel in te springen. Nou, iedereen kent me. Ik ben ook een oude brompot. Dus vandaar dat ik deze keer ook nog even een aandeel noem. Wat het niet zo goed gedaan heeft, of wat ik denk dat het niet zo goed gaat doen, is namelijk Amazon. Ik denk dat aandeel gewoon veel te duur is. En ook de grafiek ligt er slecht bij. Dus dat is een negatief ding. Nou, nog een laatste dingetje om mij af te sluiten, dan toch positief af te sluiten. Ondanks dat het buiten al bijna herfst is. Namelijk First Solar. First Solar is een aandeel dat ik al eerder een keer genoemd heb. Blijft dus nog steeds interessant. Als je de opties op handelt, schrijf dan covered. Dus koop de aandelen en schrijf de calls. En dat geeft enorm leuke rendementen. Mocht u hier vragen over hebben, meld u even dan bij ons service desk. En anders zie ik u de volgende keer weer online. Tot ziens en bedankt voor de aandacht.